Dames en heren, like even deze video in 3 seconden tijd. Anders is de grote kans dat Ronald McDonald's naar je huis komt. Dan weet je niet, dus 3, 2 en... Wat, joh, wat is er met jou aan de hand? Hey, luister dan. Ik moet je even iets vertellen, man. Hey, wat is gebeurd? Ik kom net van de McDonald's af en ik zweer het je, ik heb voedselvergiftiging opgelopen, man. Ik weet niet wat er is, maar oh, ik moest kotsen, weet ik wat allemaal. Huh, hoe kan dat nou weer? Hey, luister, heb je de video geliked? Ben je geabonneerd op de kanaal? Mijn belletje aan. Is dit nog een serieuze vraag, bro? Nee. Luister, je hebt hem al gedaan. Mensen, like even deze video. Inderdaad. En abonneer ook even op Deli. Wat was wel leuk. Maar daar gaat het even niet om. Luister, ik heb namelijk idee dat wat vergif in de McDonald's zit. Die mensen zijn niet goed in hoofd. Ik zweer het je, heel de stad zit een beetje aan de scheid, lijkt het wel. Oké, maar wat zou dan precies aan de hand zijn? Ik weet het niet. Ik heb het idee dat Ronald McDonald's wraak op me wil nemen of zo. Maar dit is de slechtste McDonald's ooit. Ik heb er nooit meer naartoe. Het was al zo'n goede McDonald's. En in één keer, ik weet niet wat er gebeurd is. Oh nee, oké, dit klinkt als een serieus probleem. Het schijnt dus de slechtste McDonald's ooit te zijn. Ik ga eens even bij de ouders vragen. Hey pa, hey ma, hey luister. Wat is er nou weer met Jimmy aan de hand? Jimmy is echt doodziek geworden van die McDonald's. Gadverdamme, die rode McDonald's maar kapot branden wat mij betreft. Oké, wat is er aan... Oké, wat... Papa, wat weet jij het? Nee. Ik heb het idee dat je een beetje van slag bent, jongen. Ja, sorry. Ik ben ook echt inderdaad van slag. Maar ja, het is een beetje apart. Ik bedoel, mensen worden vergiftigd in de McDonald's. Wat is nou precies... Wat moet ik doen? Tja, kun je even kijken wat er aan de hand is bij de McDonald's? Want geloof me, ik krijg in de buurt allemaal meldingen dat mensen met muziek zijn geworden van de McDonald's. Oh, oké. Nee, ik ga naar McDonald's toe. Damn it. Ze krijgen dus allemaal in de buurt allemaal meldingen. Oftewel gewoon mensen hebben WhatsApp... ja, ze hebben waarschijnlijk zo'n buurt-app WhatsApp, weet je wel. Ja, dat is echt niet best. Ik zweer het je. Oké, het is hoogste tijd op de rij, mensen. En ik denk dat we beter gewoon even moeten gaan. Want ik zweer het je, het ziet er niet best uit. Kom op, open de deur, man. Opschieten. Hoppakee, gelukkig maar. Laten we gaan rijden naar de McDonald's. Want ik denk dat het daar aan het gebeuren is. Want het ziet er gewoon totaal niet best meer uit. Dus let's go to the McDonald's. And I will see you there, guys. Oké, dames en heren. Als het goed is, zijn we dan ook bijna aangekomen bij de McDonald's. En oh, jawel, hier is het dan. Een damn it, ambulance, politie. Oké, nou wil ik even heel graag weten wat hier aan de hand is. Want het klopt totaal niet. Meneer de agent, kun je mij even alsjeblieft vertellen wat er gebeurd is. Sorry, ik mag er helaas niet te veel over meegeven. Maar het schijnt zo te zijn dat er heel veel mensen ziek zijn geworden van het eten in de McDonald's. Oké, daar kunnen ze een aanklacht tegen indienen. Oké, wacht, waarschijnlijk zijn ze binnen. Oké, ik ga naar binnen toe. Ik weet niet of het mag, maar we gaan het even doen. Dokter, kunt u iets meer uitleggen hierover? Ja, deze mensen zijn letterlijk vergiftigd. Maar het ziet er nou uit dat het echt een kritische toestand is. Wacht, wat? Oh my god. Dit klinkt echt niet best, man. Ik ga Ronald even aanspreken, want ik leef nog wel. Hey Ronald, luister eens even heel goed dan, hè? Wat heb je met mijn broertje gedaan dan, hè? Luister, ik heb iets met zijn broertje gedaan. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hoe kan het dan zijn dat mensen in één keer ziek worden? Kun je dat maar eens even verklaren? Luister, ik heb hier niks mee te maken! Hey, luister Ronald. Ik ben misschien nog een van je menige werknemers. Ja, je bent wel de beste werknemer. Ik vind het echt super lief dat je loyaal bent aan het bedrijf. Super lief? Ik wil dat imago niet meer hebben. Luister, ik neem ontslag en ik hoef je niet meer te zien. Wat ben jij een stomme baas, hè? Jongen, jongen. Alsjeblieft, laat me maar met rust vanaf nu. Nou, dat ging niet best. Ik zweer het, ik heb niemand meer op mijn bedrijf verliezen. Alles eten lijkt vergiftigd te zijn, maar ik snap niet waarom. We hebben het enige gisteren aangeleefd gekregen. Gisteren was gewoon goed en nu? Het is in één keer allemaal vergiftigd. Huh? Het is nu allemaal vergiftigd. Oké, ik vind het een beetje apart. Weet jij toevallig wie iets mee te maken heeft? Nee, maar ik weet wel dat die andere McDonald's een stuk lekkerder is ineens. Welke McDonald's? Hier in het noorden. Die is van Grimmis. De McDonald's van Grimmis schijnt ineens populairder te zijn. Hoe zat jouw contact en hoe was jouw band met Grimmis? Ja, wel zo va. Alleen ik vertrouwde Grimmis nooit echt. Hij was een beetje dominant. Hij deed altijd als hij de beste was of als eten slecht was. Het klinkt een beetje apart. Maar ik ga eens even bij de Grimmis restaurant kijken. Je zou er bijna niet binnenkomen. Het is super druk. Daar. Iedereen gaat er naartoe. Al onze mensen die hier kwamen, zijn allemaal daar naartoe gegaan. Ze rijden nog liever een uur extra dan dat ze hier even de buurt naar de McDonald's gaan. Chips, dat is echt niet best. Oké, we gaan eens even kijken wat er nou precies aan de hand is. Want het schijnt zo te zijn dat er iets bij de andere McDonald's aan de hand is. Hey, luister, kom jullie ook altijd bij de Grimmis McDonald's? Ja, eigenlijk wel. Sinds deze McDonald's echt gewoon een shit tent is geworden, ga ik daar tegenwoordig van naartoe, ja. Oké, interessant. Ja, dat wil ik wel even graag weten. Dus laten we even naartoe rijden. En hopelijk zijn we wel op tijd terug. Want ik zweer het je, politie staat hier, ambulance staat hier. Het ziet er gewoon niet best uit hier zo. It's just emergency call, you know? Maar goed, laten we gaan rijden en ik moet het gaan doen. Ik zweer, ik moet de wereld gaan rijden. Ik kan het toch niet anders zo laten gebeuren, jongens. Oh nee, toch. Het begint ook gewoon echt al donker te worden. En ik moet er een hele pok aan gaan rijden. Maar hoe kan het ineens zo zijn dat die McDonald's gewoon vergiftigd is? Het is gewoon pure vergif wat ze hier leveren. Eerlijk, ik heb het nooit verwacht, maar... Ik betwijfel. Is Ronald McDonald's dan wel of niet de schuldige? Want ze zei dat gisteren vers was. Ze hebben eergisteren aangeleverd gekregen. Nou, dat voedsel kan niet vies zijn. Maar waarschijnlijk zit er iets van rattengif of zo. Want het is wel het effect van rattengif, hè? Als jij rattengif neemt, dan kun je doodgaan eraan. Of je gaat dan echt gewoon liggen. Of je wordt gewoon echt kotziek. Dus er zal wel iets een beetje verband mee zijn. Dus ik moet er gewoon echt achter komen wat verband ermee is. Oké, guys. We zijn dus bijna aangekomen bij de McDonald's. En dat is dus de Grimmis McDonald's, hè? Ik wil toch even iets exposen. Ik vertrouw Grimmis niet. Ik bedoel, hij is heel dominant. Dus dat zal niet meer goed zijn. Oh my god, wordt gewoon letterlijk gevocht om een reden voor wat. Hey, luister dan, hè? Waarom heb je daar laatste heb je nu gepakt dan, hè? Hé, hey, luister, G. Heb ik niks met de baken, G. Je moet gewoon sneller zijn vertaan, ja? Ga maar lekker liggen, G. Hè? Ga dan lekker liggen. Luister, blijf van die laatste heb je nu af, vriend. Luister, ik wil gewoon die heb je nu. Punt, oké? Okay? Ik ben eerder dan jij. Hé, hey, luister, niks met te maken, vriend. Wat gebeurt hier allemaal? Het gaat om de laatste Happy Meal. Oh my god, er wordt gewoon gevocht op straat. Dit ziet er niet echt bepaald goed uit. Oké, okay, wie gaat er winnen? Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Oeh, oh nee.
Oké, volgens mij heeft hij gewonnen. Is dat zo? Ja, hij heeft dus duidelijk gewonnen. Damn it. Er wordt gewoon letterlijk gevochten om een Happy Meal. Man, het gaat nog steeds erger worden, man. Het is net als bij buren ruzie. Je maakt gewoon ruzie om een klein stukje schutting of zo van 10 euro. Nou, laten we in de rij gaan staan. Damn it, die rij is wel lang. Kan ik even niet naar binnen toe of zo? Aansluit de rij, vriend. Oh, sorry hoor. Oh my god. Nee, fuck it. We gaan gewoon lekker naar binnen toe. Ik heb schijt aan iedereen. Ik meen het. Het is wel echt heel druk. Oh my god, deze rij is insane lang. Yo, man, zou u alsjeblieft buiten willen wachten? Want het is echt stervensdruk hier. Luister, ik ben namelijk de voedselinspectie. En ik wil heel graag weten hoe het komt dat deze tent zo goed loopt. Dat heeft ermee te maken omdat we de beste Grimace Shakes en de beste burgers ooit maken. Vergeleken met die andere tent. Vergeleken met die andere tent? Waar heb jij nou weer over? Je weet al, die ene tent van Ronald McDonald's. Wat is dat een slechte tent, zeg? Ik had even bij Grimace even posten. Damn it, deze mensen, ik zweer het je. Dit is gewoon de fat lane. I don't know of ik het goed zeg, maar het lijkt er een beetje op. Man, het is echt druk in de McDonald's, man. Zo, Grimace, zou jij mij even iets meer uit kunnen leggen, alsjeblieft? Ja, zeker. Ja, Ronald McDonald's heeft gewoon een hele slechte McDonald's. Dat is eigenlijk een beetje het probleem. En dat is wat de mensen hier eigenlijk terechtkomen. Sterker ze nog, ze maken ruzie om de beste Big Macs en de beste Grimace Shake die ze kunnen krijgen. Maar die kunnen ze bij onze McDonald's ook kopen. Ja, maar die is niet zo goed, want hij wordt door Ronald McDonald's gemaakt. En ja, eerlijk, ik hoor dat mensen vergiftigd worden in de stad. Ik weet niet wat Ronald McDonald's met jullie aandoet, maar dan weet je toch zelf ook wel dat er iets niet klopt. Ja, inderdaad, er klopt inderdaad iets niet. Maar ik weet niet of Ronald hier echt de oorzaak van is. Een toontje lager, vriend, want anders krijg je geen Grimace Shake meer. Oké, we gaan eens even verder kijken, want het klopt niet helemaal. Ik vertrouw het niet meer. Maar ik denk dat ik eigenlijk wel antwoorden heb. Dus ik ga terug naar die McDonald's en ik ga Ronald even op de hoogte stellen. Oh my god, het is zo druk. Ja, sorry mensen. Ik moet eruit toch? My god, het is echt, echt pauperdruk gewoon. Maar ja, moeten we even terugrijden naar de andere McDonald's. Want ik denk dat ik even wat even wat informatie moet achterhalen. Want ik wil toch even weten wat er nou precies aan de hand is. Ronald schijnt slecht dingen te maken, maar ik vertrouw Grimace niet, nogmaals hè. Want jullie hebben waarschijnlijk wel die ene Grimace-serie van mij gezien. Was hij daar te vertrouwen? Echt niet. Amma Hula zeg. Die was zeker niet te vertrouwen. Dus waarom zou dat nu wel zijn? Daar gaan we achter komen. Maar mensen, laten we terug gaan rijden naar mijn Osso. Let's go. Of ja, mijn Osso. Ik bedoel eigenlijk naar de McDonald's. We zijn dus in ieder geval bijna aangekomen bij die ene McDonald's. Dus we moeten daar even posten. En ik wil heel graag weten wat ik hier eigenlijk achter kan komen. Maar I don't even know. En daar is het de McDonald's, hè? Oké, let's go. Ik weet niet wat er net gebeurde, maar er staat alleen maar politie en die McDonald's is gesloten volgens mij. Meneer de agent, zou ik even mogen vragen waarom dat de McDonald's gesloten is? Hey, luister vriend, dat had je vanmiddag ook wel kunnen vragen, hè? Luister, het heeft ermee te maken dat Ronald McDonald's gewoon blijkbaar toch alle vergiftigd heeft, zeg maar. Ik ben zelf ook een beetje vergiftigd, dus ik kan heel moeilijk praten op dit moment. En dat is eigenlijk de reden dat wij de McDonald's hebben gesloten. Alleen zijn we op zoek naar Ronald McDonald's, want hij moet naar de gevangenis toe. Helder. En hoe weet u zeker dat Ronald achter het gif zit? Wat voor gif zit er eigenlijk overheen? We hebben onderzoek gedaan en er zit blijkbaar rattengif overheen. Over al het eten. Dat lijkt me heel raar, want waarom zou Ronald rattengif gaan verkopen? Ja, dat vraag ik mezelf eigenlijk ook eigenlijk af. Maar ja, ik weet niet wie er inderdaad achter zit. Het bewijs is niet heel erg duidelijk, maar het is inderdaad wel een grote kans dat Ronald het is. Hebben jullie ook de camerabeelden gecheckt? Dat is een hele goede vraag. Er was een stukje ontbrekend van de camerabeelden. Dus ik denk dat Ronald McDonald's de camerabeelden heeft verwijderd, zodat het bewijs vernietigd is. Dat is interessant om te weten. Wacht, ik ga even Ronald opzoeken, ja? Pas een beetje op alsjeblieft, dan voel je jezelf niet vergiftigd wordt. Komt goed, meneer de agent. We zijn een stuk helderder. Camerabeelden, ik vind dat wel interessant, want het stukt een beetje, maar er is ook een SD-kaart of zo eruit, ik weet het niet. En die ene SD-kaart is net nodig om alle bewijzen op te slaan, zeg maar. Dus ja, de securitycamera's maken gebruik van meerdere schijven. En toevallig die ene schijf, ja, die mist. Dat vind ik ook wel heel toevallig. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat Grimace het heeft gedaan, maar ja, er is steeds geen bewijs aan het licht. Dus we moeten er even achterkomen wat er nou precies aan de hand is. Maar het is daar ergens, voor mij is Ronald daar bij de pier en ja, hij is voor mij homeless. En ik ga vragen waar Grimace woont. Dan gaan we even kijken of we dat rattengif kunnen vinden, want die gaat hier nooit eens McDonald's laten staan. Dames en heren, we zijn dus bijna op de plek aangekomen en damn it. Dus hier moeten we naar binnen toe en we moeten even op zoek naar Ronald gaan. Ik denk dat Ronald wel echt een beetje verdrietig is. Hij probeert te onderduiken, maar ja, nogmaals, ik verklaar Ronald zelf wel een beetje als onschuldig. Mensen, wat denken jullie? Is Ronald onschuldig? Ja of nee? Als jullie nu de video kijken, niet door het scrollen, ik wil even weten of jullie het weten. Laat even achter in de comments, oké? Het is toch leuk om even een antwoord te gokken. We gaan Ronald even vragen en ik ga eens even kijken of hij eerlijk antwoord kan geven. Ik hoop dat hij eerlijk is tegen mij, want ik vind het wel belangrijk dat ik even mijn onderzoek goed kan afronden natuurlijk. Dus ja, daar gaan we dan 3, 2, 1, joink. Val het water. Dat is die even wat handig, daddy. Oh, ik ben drijfnat. Ronald, wat doe je eigenlijk hier? Banano, kun je alsjeblieft een beetje zachtjes zijn en weggaan? Hoezo, Ronald? Wat is er aan de hand? Luister, ik ben naar die McDonald's geweest. Oh, echt? En ik ben ook even net terug naar de andere McDonald's geweest, maar ontbreken camerabeelden. Kun je me iets meer er even over uitleggen? Luister, ik heb dat niet gedaan. Ik denk dat iemand anders erachter zit. Wie zou erachter zitten dan? Ik weet het niet. Ik denk dat een andere. Ik denk toch wel Grimace dan, hoor. Grimace, hè? En weet je ook waar Grimace woont? Hij heeft inderdaad al het geld wat hij nu heeft gemaakt en die winst die hij heeft verdiend, heeft hij gewoon een nieuwe villa gekocht. Wacht, wat? Nieuwe villa kopen voor alle winst die wordt gemaakt door de McDonald's en dat door middel van over jouw rug? Yep, heeft hij twee keer zoveel klanten. Ja, eigenlijk 2,5 keer. Want ik had eerst meer klanten en nu hij. Wat is dit toch oneerlijk, joh? Ik bedoel, wat de hel gebeurt er eigenlijk allemaal? Ja, maar
kun je alsjeblieft naar Kribbes gaan naar huis? Ga ik doen, Ronald McDonald's. Weet je wat? Ik ga je helpen en we gaan het oplossen dit. Want dit kan gewoon niet langer. Oh my god, die golven staan wel heel erg hoog, man. Jeetje, mineetje. Zulke hoge golven hebben we echt niet in Nederland, hoor. Tenminste, niet vaak. Oké, laten we even naartoe gaan. En oh my freaking god. We gaan even terug naar de auto, man. En het is de hoogste tijd om heel gauw weg te wezen. Want we hebben hier gewoon helemaal geen ene moer mee te zoeken. Let's go to the car. Het is de hoogste tijd om even naar de huis van Grimmens te gaan. Ik denk wel dat ik weet waar hij woont. En we gaan hem even aanspreken. Hij is het aanspreekpunt. Hij is verantwoordelijk voor al deze daden die hij verricht. Kan Grimmens hier gewoon echt niet meer stoppen? Zo? Wat bezielt hem ook gewoon? Ik zweer het je. Grimmens krijgt er even een donderstraal van zijn kloten. Wat haat ik die. Ik weet niet. Ik haat die flubberige troll gewoon. Grimmens, nu ben je echt een Sjaak. Je hebt een probleem, hè? Ik had niet verwacht dat ik dit nog zou zeggen. Maar weet je wat, Grimmens? Ik zie je wel. Oké, lieve mensen, we zijn dus bijna aangekomen. Ben in naar huis. En oh my god, die ergens moet het dus zijn, hè? Maar waar is de ingang ook alweer? Even kijken. Het is ook wel echt een massive huis. Dit huis heeft hij gewoon gekocht. Van het geld dat die Ronald heeft gedupeerd, was zo geweldig McDonald's is het niet. Maar omdat er nog geen betere McDonald's te zijn, is dit de enige optie voor de mensen. Er is nogal verschil tussen goede McDonald's hebben en de enige optie zijn. We gaan ze even wat verhaal halen. En ik ga het dus even doen als we voor Grimmens komen. Kijken of ze echt zo achterlijk zijn om daarin te trappen. Maar blijkbaar wel. Ik denk het wel. Oké, dus hier moet het zijn, hè? Zo, laten we even naar binnen gaan. Ja, jongeman, wat komt u namelijk doen? Hey, luister, ik ben op zoek naar Grimmens. Zou ik alsjeblieft binnen mogen? Heb je een afspraak met hem of zo gemaakt? Ja, klopt. Ik heb een afspraak met hem gemaakt en ik zou met hem een gesprek hebben. Oké, kom maar verder. Dankjewel, meneer. Oké, ik hoop dat het goed gaat. Dus laten we even kijken. En oh my god, we moeten het. Er is echt veel beveiliging. Oh my god. Zo, goeiedag, Delano. Hey, goeiedag, beveiliging. Dus jij komt voor Grimmens, hè? Ja, klopt. Hij is piano aan het spelen, dus je kunt hem even begroeten als je wilt. Okidoki. Nou, hij is dus piano aan het spelen. Nou, we gaan eens even kijken wat hij aan bakken is, hè? Hey, Grimmens. Hey, wie ben je eigenlijk, als ik vragen mag? Hey, luister, ik moet daar ergens over hebben. Die Ronald McDonald's, die staat nu bij een brug. Die wil namelijk iets met zichzelf aan gaan doen. Tja, denk je dat hem iets interesseert of zo? Hou eens alsjeblieft op over Ronald McDonald's. Het gaat niet alleen maar over hem. Hij denkt dat hij al de beste is, weet ik voor wat, maar dat is hij niet. Hey, maar luister, over dat rattengif gesproken. Heb jij dat gedaan? Gast, wat zit je mij nou weer de schuld te geven? Tuurlijk doe ik dat niet. Doe het normaal, gast. Oké, sorry, Grimmens Shake, maar ik heb een verrassing voor je. Waar ik echt eigenlijk voor kom is om een Grimmens Shake te geven. Oh, echt? Dat vind ik echt super lief van je. Ja, kijk eens, alsjeblieft. Zou ik even naar de toilet kunnen? Oh, jazeker. Als je grote deur rechts uitgaat, moet je naar links en daar is de wc. Oké, dankjewel. Nou, we gaan eens even naar de wc toe. We moeten de deur uit en we moeten dus daar links. Ja, dat is niet hier natuurlijk. We gaan hier naar links. Dus we gaan eens even kijken. En heb je Grimmens gesproken, meneer? Jazeker. Ik moet alleen even naar buiten. Ik moet even iets voor Grimmens gaan pakken. Oké, dat is helemaal goed. Nou, laten we even voor Grimmens iets gaan pakken dan, hè. Ik doe gewoon natuurlijk alsof. Je weet zelf heel goed. Maar moet ik ook Grimmens even exposen, man? Ik zweer het je. Even kijken, hoor. Dus hier moet het zijn. En dan moeten we naar de kelder toe. En dit is het moment van de waarheid. Want hier moeten we even een en het ander even gaan zoeken. En oh my freaking god. Zullen er mensen in zitten? Ik betwijfel het. Oké, dus dit is de kelder. En achter deze deur wordt al zeker. Oh my god. Het stinkt hier ook gewoon, hè? Even kijken. Hier is de gevangenis. En moet even naar het rattengif op zoek zijn. Even kijken, hoor. Ah, hier zit dus namelijk rattengif in. Wat zit er allemaal nog meer in? Zoutzuur, rattengif. Oh my god. Ik ga deze meenemen. En ik ga zorgen wat er zit in een doos. En ik ga ze dus even achter hem aanzetten. Laten we heel stakjes weg gaan sneaken. Ik zweer het je. We moeten het nu even gaan doen, man. Ik zweer het je, man. Zo, jongeman, waar denk je naartoe te gaan, hè, Delano? Nergens hoor, ik moet gewoon even iets doen. Ja, jij moet zogenaamd even iets voor mij gaan pakken, zeg je, hè? Liegenaar. Liegenaar is geen woord trouwens. Oh, maar in ieder geval, ik wil nu dat je wegkomt. Maar dat je wegkomt, ik zweer het je, hè? Geef de rattengif terug. Nee, ik ga nu naar de politie toe. Ik ga de rattengif naar de politie brengen en jij gaat de gevangenis in, vriend. Ik zweer het je. Oké, weg. Oh my god. We moeten nu weg. We moeten nu wegwezen, man. Ik zweer het je, we hebben scootwachters aan. Of nee, niet scooter, maar Grimmens bedoel ik. Wow, ik kom niet eens meer aan mijn woorden. Maar weet je wat, we gaan even naar de politie toe en we gaan het bewijs even afleveren. Let's go. Oh, ik hoop dat snel wegkom hier. Ik meen het. Oh my god. We moeten wegwezen hier. Politie, je krijgt bewijs aangeleverd. Oké, dames en heren. We komen dus bijna aan bij het politiebureau. En het is tijd om aangifte te doen. Ik meen het. We moeten even. Auw, pas even op, joh. En we gaan even bewijs afleveren, man. Ik zweer het je. We gaan even die ratten even afleveren. En politie gaan even kijken wat ze hiermee kunnen doen. Zo, meneer de agent. Hé, hey, luister eens even. Ik wil namelijk even ergens aangifte van doen. En waarschijnlijk kunnen jullie ook wel dit gaan tracken. Want ik heb namelijk ergens rattengif gevonden. En de SD-kaart trouwens. Waarvan heb je rattengif en SD-kaart dan weer gevonden? Kun je even iets meer informatie in context geven? Ja, het gaat namelijk over Grimmens en Ronald McDonald's. Weet je dat Ronald McDonald's de McDonald's uitgezet is? Ja. En jij hebt namelijk bewijs gevonden dat Grimmens hierachter zit namelijk, achter het rattengif? Ja, en waarom? Hij wil namelijk meer sales hebben, hij wil rijker worden en dat soort zaken. Oh, oké. Okay. Nee, dat is goed. Hier heb ik, kijk, dankjewel. Laten we even de camerabeelden gaan bekijken en met het rattengif, hè? Ja, dat is helemaal goed. Laten we gaan maar eens even kijken, zou ik zeggen. Oké, mensen, we zijn hier al een tijdje aan het wachten. Meneer, heb je iets gevonden? Ja, ik zit even te kijken en je hebt inderdaad gelijk, hè. Dat heeft inderdaad Grimmens gedaan. Grimmens is ingebroken en rattengif over het product van Ronald McDonald's gedaan. Dus dat betekent dat we opgepakken en gaan naar de gevangenis. Kijk, dat klinkt als een goed idee. Nou, Grimmens, helaas wij niet helemaal bewijsproef, want ook de camerabeelden die liegen er niet om. Nou, daar zitten jullie dan. Ja, dankjewel voor de hele goede daad die je hebt verricht. We zijn er net achter gekomen. Je bent gewoon een verrader, hè? Wist je dat? En een beetje even naar huis gekomen voor rattengif te verhalen. Ik krijg jou nog wel, Delano. Nee, Grimmens, je laat
laten met rust. Kijk, Ronald McDonald's, graag gedaan. Ik hoop dat je vanaf nu veilig bent. En je kun je gewoon je tent weer opzetten. Dit gaat ook op landelijk nieuws komen, dus je hoeft geen zorgen te maken. Ja, McDonald's wordt weer groot. Dankjewel. Ik heb ook goed nieuws horen gekregen. En dat betekent dat ik ook gewoon alle productie die ik bij de Grimmers ligt nu voor mezelf mag houden. Dat is de schadevergoeding die hij voor nu moet betalen. Plus, ik kom nog even schadevergoeding bovenop. Kijk, dat klinkt als een goed idee. Ja, Grimmers, meelopen met me. Oh my god, Delano, ik krijg je nog wel. Nou, Grimmers, ga maar lekker naar de cel toe. Echt super hard bedankt, Delano. Ja, ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Maakt niet uit, Ronald. Je hoeft niet echt gekjes te doen, maar in ieder geval, ik ga sluiten de video af. Ik ga de video voor je liken en kijken, goed? Is dat goed voor jou? Ja, zeker. Mensen, bedankt voor kijken. Like, abonneer en adios.